In de loop van de jaren zijn de activiteiten van DST steeds meer en meer en meer uitgegroeid tot een echt distributiebedrijf. De distributie, dat doen wij met eigen vervoersheenheden, dus eigen chauffeurs, eigen auto's. En daar waar nodig is in het buitenland, partners. Verzorgingsgebied, Benelux en Frankrijk. In zijn totaliteit hebben we hier als bedrijf een 8000 vierkante meter verdeeld in een gedeelte cross-docking, binnenkomst, uitgaande goederen, een gedeelte constante opslag en een gedeelte waar we de value-added logistics activiteiten verrichten. Daarnaast hebben we een eigen wagenpark wat bestaat uit de kleine 50 eenheden en dat varieert van specifieke busjes en bestelauto's tot aan 13,60 meter opleggers. Vanwege het feit dat DST zelf zocht naar een uitbreiding, hebben we besloten om de Keizer Logistics aan te kopen. Waarbij we gezegd hebben, dit bedrijf sluit naadloos aan op onze eigen activiteiten. En we kunnen meer gestalte geven aan fijnmazige distributie, Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden. De naam DST, vanzelfsprekend heel goed bekend in België en Frankrijk. Maar daarnaast DKL. Wij willen in ieder geval de naam De Keizer Logistiek in het Zeeuwse overeind houden, omdat het een bedrijf is met dezelfde leeftijd als onze firma, maar enorm gekend is in zijn eigen werkgebied. Het type goederen, daar moet u denken aan altijd goed verpakte handelsgoederen. Wanneer er bij ons het predicaat maar op zit, goed verpakt en te hanteren. Voor de goederen die op speciale temperaturen vervoerd moeten worden, hebben we in onze vloot een aantal wagens die kunnen vriezen tot min 20 en kunnen verwarmen tot plus 20. De gebouwen zelf die zijn van binnen geconditioneerd daar waar het nodig is. Daarbij komt nog eens dat ons bedrijf ISO en HACCP gecertificeerd is. Wij bedienen vanuit deze locatie Groot-Antwerpen, Sint-Niklaas, Gent, Kortrijk, inclusief de hele Franse grensstreek. Daarnaast hebben we onze vaste lijnen iedere week naar Wallonië, 2-3 keer per week, afhankelijk van het aanbod enzovoorts. Qua partijen zijn we altijd nog op zoek naar mensen, bijvoorbeeld in de levensmiddelenbranche. Vooral natuurlijk ook vanwege het feit dat België als chocoladeland een enorme reputatie heeft. We zijn redelijk bekend in de chocoladebusiness, maar we willen daar best nog verder gestalten aan geven. We zitten hier aan de poort van de provincie Zeeland, in principe. Kunnen we eigenlijk 24 uur distributie garanderen.